duurzaamheidsplan is het ondersteunen van het verenigingsleven. Het uitreiken van de cultuurprijzen is een mooie manier om dat te doen. Als gemeentebestuur kozen we enige tijd geleden ook voor een voltijds cultuurfunctionaris. We kunnen alleen maar vaststellen en er blij om zijn dat dit het cultuurbeleid in onze gemeente zeker en vast te moeten komt. Die twee verenigingen hebben wij ex aequo gebaseerd en die zijn de Landelijke Gilde van Basel voor haar Open Tuinendag. Onder het motto Kunst begint of eindigt in de tuin gaf de vereniging de bevolking de kans om in de gemeente 7 privé tuinen te bezoeken die uitblinken door hun originaliteit, variatie, verzorging en tuinarchitectonische opvatting. En daarnaast was er ook de heemkundige kring Wissekerk. Zij bouwden een tentoonstelling op rond het thema rampen en onheil in onze streek. Waarbij natuurlijk vooral de grote Scheldeoverstroming in 1953, die ook Basel trof, aandacht kreeg. In 1965 werd hij postdoc-organist in de Onzelieve Vrouwen Zoekingkerk teruggevonden. Ook als dirigent en koorleider liet hij van zich horen. Het begon toen de tijd met het meisjeskoor, de Scheldemeertjes. Daarna ging het in de jaren 80 verder met het koor Sing het Vroom. En in de jaren 90 vonden we het parochiekoor Maria op Kantorij allemaal uitgevoerd. Sinds 2003 is hij dirigent-organist van het gemengd zangkoor De Notenaar. Dat zo iemand vandaag in de schijnwerpers mag staan, is dan ook een terechte keuze. Onze laureaat van de individuele cultuurprijs 2011, Julien Hofman. Ik vind het allemaal een beetje overdreven. Maar ja, dat schijnt zo te horen bij de rekker met lege leden. In ieder geval, dank u wel. Er zijn momenteel 3 grote pijlers binnen hun werking. Als professioneel ensemble verzorgen zij schoolvoorstellingen waarbij kinderen kennis maken met de verschillende instrumenten binnen de HAFA-braadwereld. HAFA-braad staat voor muziek voor harmonies, fanfares en brassbands. Dit koppelen zij aan een lessenpakket dat door de bezochte scholen kan worden gebruikt. Dames en heren, Capello krijgt deze cultuurprijs van de gemeente Kruijbeke omwille van de jeugdige, vernieuwende en niet aflatende dynamische inzet en hun aanstekelijk enthousiasme. Het stimuleert ons wel dat we er eigenlijk nog altijd voor geapprecieerd worden. Daarnaast natuurlijk blijven wij uiteraard actief en is dit voor ons echt een aanmoediging om door te gaan. Wij proberen, zoals er gezegd is, vernieuwend te werken. Dus ik hoop dat je van kunt genieten. Komen.